Het onafhankelijkheidsplein is gedeeltelijk opengesteld voor het publiek. Dat maakt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, bekend via het Nationaal Informatieinstituut. Minister Jerry Miranda zegt dat de oude verzuurde aarde intussen vervangen is door zwarte aarde en kunstmest. Er mag geen gebruik gemaakt worden van het deel dat nog beplant moet worden. Miranda had verwacht eerder klaar te zijn met het herstellen van het plein, maar door schaarste aan aarde en het juiste gras is dat niet gelukt. Het gras dat gebruikt wordt voor het plein moet van het Tibiti-gebied gehaald worden. Om het plein structureel te onderhouden, zal in de toekomst het plein voor 2 dagen volledig worden gesloten, zodat er gewerkt kan worden. Voorlopig mogen er geen zware podia op het plein worden opgezet.